Dankjewel. Je moet je als mens allemaal te raden gaan, ja, wat kan ik er zelf aan doen? Dat is mijn visie daarachter. Daarom naar andere wijze, wij doen het en we geven een voorbeeld. En we willen proberen op die manier die mentaliteit om te buigen. En dat zal zeker een kwestie worden van misschien wel tientallen jaren voordat we zover zijn dat we dit voor elkaar hebben. Dus dit krijgt ook een heel duurzaam karakter. Mijn naam is Willem Vos, een oprichter van de stichting samen met Jan en Olaf van Dijk. Jan is mijn zoon. Ik was op een gegeven moment 65 en gepensioneerd. En toen werd aangegeven dat het goed is voor ouderen om wat te wandelen. Maar dan loop je zo te wandelen en dan zie je ontzettend veel rommel liggen. Dan denk je, nou dat ga ik opruimen. En toen dacht ik, dit is een goed moment om een stichting op te richten. En om te proberen om al die mensen die dat al min of meer anoniem doen te verenigen. En op die manier het zwerfafval terug te dringen in Nederland. Buitenwijken moeten schoongehouden worden. Buitengebieden moeten schoongehouden worden. De gemeente heeft daar geen geld voor. De gemeente kan dat niet. En door in elkaars verlengde daarvan te gaan opruimen, kunnen we elkaar daarin versterken. Wij verwijten het niemand, want we zien het als een gewoonte, als een oeroude gewoonte. Hè? Want vroeger smeten we alles weg. Maar dat alles is op een gegeven moment plastic geworden en onvergankelijke materialen. En nu moeten we die gewoonte veranderen met elkaar. Je kunt het niet afschuiven op, dit is een leuk jobje voor werkloze jongeren. Naar mijn insteek moeten werkloze jongeren juist naar school. Dit is het probleem van ons allemaal. Dat moeten we allemaal aanpakken. Hoe krijgen we ze enthousiast? Dat kunnen we natuurlijk doen op een manier zoals die altijd al bekend is. Dan krijg je meer van wat je al had. Wij willen toch op een nieuwe manier, willen wij proberen zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Misschien wel 100.000 en meer op deze manier. Plannen zijn heel moeilijk te omschrijven. Maak maar eens een plan over zwerfafval terugdringen in Nederland. Wij hebben een doel. Wij willen Lelystad als eerste zwerfafvalvrije stad van Europa maken. Dat hebben we een doel. Daarmee willen we dus de bevolking van Lelystad uitdagen en zeggen, jongens, dit wordt de eerste zwerfafvalvrije stad van Europa. Nou, wat willen we nog meer? We komen in de krant, we komen in het nieuws. Barroso die komt hier natuurlijk een soort vlag neerzetten of weet ik veel wat onthullen. En iedereen is blij. Ik ben toen met de gemeente Lelystad gaan praten. Die hebben ons toen allerlei marktkramen toegewezen in parken. En wij merkten dat het enorm aansloeg bij de burgers, zeg maar, om zich bij ons in te schrijven. Als ze jou op een markt zien en je spreekt ze aan en ze kunnen een discussie met je doen en ze kunnen een praatje maken. Ze krijgen van ons een grijper aangeboden bij een inschrijving. Dat spreekt veel meer tot de verbeelding. En er zijn veel meer mensen geneigd om op die manier met je mee te doen. Je beweegt erbij. Een mooie zonnige dag als vandaag. En je gaat heerlijk wandelen en je neemt wat mee. Of je gaat de hond uitlaten. Ja, veel mensen zeggen van, ja, eigenlijk doe ik dat al. Maar doordat je zegt van, we steunen u. Ja, kijk, er zijn meer mensen als u doen, worden ze enthousiaster. Hier is het aardig scoren. Hier is het veel. Hier is genoeg te doen nog. En hier is dan ook een van onze vrijwilligers Bas actief. Wij zagen wat mensen met van die grijpers lopen. Ik denk, ja, wat is dat nou met die grijpers? En toen kwamen we langs dat kraampje. Ik zeg tegen mijn vrouw, ja, dat is net iets voor ons. Want wij rapen toch wel regelmatig iets op als we iets zien liggen. Een blikje, nou ja, we gooien het even in de bak. Maar ja, dat schiet ook niet op. En als je het gewoon met zijn grijper en een tas kan doen, nou ja, je ziet, dan kom je een heel eind. Dus we hebben ons ingeschreven bij die kraan van de stichting. En sindsdien gaan we elke week, of in ieder geval een paar keer per maand, gewoon met z'n tweetjes even die palen daar langs in. Hoe lang heb je daarover gedaan? 5 minuutjes. Wij zijn begonnen in april 2007. En toen hebben we in mei een actie op het Bultwark gehad in Lelystad. Daar hebben we onze eerste 60 leden ingeschreven. Nu zijn we ongeveer 1,5 jaar verder en we hebben 520 leden. Dus wij zien er per week een stuk of 10 bij komen. Onder het genot van een kop koffie even een kennismakingsgesprek. Ja, even wat vertellen. En dat is in plastic verpakt.
Wij hadden in Lelystad nog maar amper onze stichting opgericht en er iets over in de Flevopost gezet. En onze website in een soort blanco blad met een fotootje op internet gezet. En toen was Paul een van de eerste mensen die reageerde. Om te laten weten van nou, mooi initiatief, ga zeker door. Wij hebben in Maassluis ook een jaartje geleden, was dat toen de tijd, dacht ik, ook ja. Dat initiatief genomen en het draait bij ons ook lekker. Dus ja, hoort zeg het voort, hè. Hoe heet dit? Hoe dit? Piccolateur noemen wij dat. Wat is dat? Nou, dat dingetje heet piccolateurtje, geloof ik. En nou, wij noemen dat gewoon, kom, we gaan weer piccolateuren. Ja, dat is dat. Ja, ik denk dat Paul dat zo genoemd heeft. Ik weet het eigenlijk niet. Dus... Ik ga hier nog wel eens hardlopen en iedere keer kwam ik met rommel kwam ik terug, stukken plastic die ik even weggooide. En dan krijg je wel eens reacties van mensen van, goh, hè, dat zouden er eigenlijk meer moeten doen. Dus ik heb het toen ooit eens voorgenomen, als ik stop met werken, dan ga ik kijken of ik dat kan organiseren. Het idee wat we hadden, dat er meerdere moesten zijn in Nederland die dit deden, werd op die manier duidelijk. Ja, want inmiddels ja, hebben we eigenlijk onze diverse leden over het hele land verspreid. Denk maar aan de bingo loterij. Ja, mensen moeten zijn plaats weten. Ja. Nee. Ja. En op die manier zien wij die olievlek dus eigenlijk steeds meer groeien. Waarmee wij denken de bestaande projecten zoals Nederland Schoon, Samenwerken aan een Schone Nederland, echt te kunnen versterken met ons burgerinitiatief. 300 miljoen Europeanen, dat is een enorm potentieel aan kracht, aan verstand, aan fysiek. He, daar kun je enorm veel mee doen. Dat is eigenlijk wat mijn visie daarachter is. We willen gemeentes ook vragen van onderteken die intentieverklaring. Zorg dat wij dicht bij die burger op een markt komen te staan. Zodat we u bij u in de gemeente ook burgers kunnen inschrijven en aan kunnen spreken. Die zich op dezelfde manier aangetrokken zullen voelen tot onze stichting. Zoals in Lelystad en de Noordoostpolder. Goed kijken naar die punt. Zie je dat? Nou, dat ruimen wij dus ook op. Niet alleen de kleine dingetjes. Toen ik met de Batavia begon, toen riep iedereen een zondeling en luchtfietserij en dat lukt nooit. En dezelfde geluiden hoor ik nu ook. Zelfs als we nu naar van de media, die zeggen, ja, je hebt geen eens een concreet plan, nee, je hebt niet zus en zo. En dan zeg ik, nee mensen, ik heb ook geen concreet plan. Net als met de Batavia, ik heb een doel. Ik kan er ook wel eens van genieten als ik weer zo'n mooie tas vol heb, hoor. Ja, het is toch een soort gekke goudkoorts misschien. Ja, precies. Ja.